nothing holding me back. There's nothing holding me back. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Tijn Games. Vandaag spelen we Clash Royale. Doe alvast dat duimpje omhoog en abonneer hier beneden. Het gaat trouwens lekker met de abonnees. We hebben er meer dan 20 en we hebben 1000 weergaven. Toppie, jullie zagen mijn gezicht net al. Dat hoef ik toch lekker niet te zeggen, dat is zo chill. Nee, dat gaan we dan elke video doen. Nee, dat gaan we niet elke video doen. Nou, ik moet jullie eerst even wat laten zien, want het heeft al lang niet gesneeuwd, zoals jullie weten waarschijnlijk. En het sneeuwt buiten lekker. Het sneeuwt buiten. Toppie. Kunnen jullie het zien? I don't know. Maar dat maakt geen ene flikker uit. Het sneeuwt dus buiten en dat vind ik heel toppie. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan even nog iets zeggen, want we hebben al lang geen tijd in de visie gehad. Wat trouwens best leuk is, vind ik. Maar jullie misschien niet. We hebben al lang tijd in de visie gehad. Maar dat gaan we dus niet meer doen tijdelijk, want we hebben de journey gekregen. En dat is zo leuk. En daar gaan we ook geen video's van maken, want er zijn vaak mensen beneden. Want de tv is beneden, dus dan kunnen we dat niet doen. En voor de rest moet ik nog iets zeggen. We hebben dus dat account waarmee we Lage Arena gaan trollen. We hebben daar de mining gekregen uit de Legendary Chest. Ik heb op mijn eigen account de Legendary Chest gekregen. En daar heb ik ook de miner uit gekregen. Heb ik nu level 2. Maar ik speel hier op het account van mijn broer. Want op mijn eigen tablet werkt Mobius en niet. En dat is heel kut. En voor de rest. Hier dus wel. En we gaan dus deze uitdaging spelen. Royal Modder. Een uitdaging hebben spelen met de Hunter. Met Hunter, Vleermuizen, Vonkje, Mega Ridder, Oven, de Stam, Gif en Skeletton. Einde van deze video zien jullie dat we een miner krijgen op het account, op een ander account. En dat is zo. En we gaan dat nu gewoon spelen. Op mijn eigen account ben ik trouwens al heel ver in de normale potje. Ga ik even hier laten zien. Coole King Time, profiel bekijken. Hoog record 345. 3345. En nu 3328. Ik zit een watermeloentje. Ga ook gewoon die clan joinen. Ze halen bijna altijd 10 van 10. De clan is, maar niet altijd. De eerste keer dat ik meedeed, 10 en daarna 9, als ik het goed zeg. Nou, we gaan nu gewoon spelen en here we go. Oké, we spelen tegen Thanatos is dead. Ik weet niet wie Thanatos is. Misschien is het zijn opa. Van de clan sector 233, maar dat hoeven jullie allemaal niet te weten. Verspannen, eerst even de opa, die gaat naar links. Oh, hij doet zappies. Lekker. En allemaal down gehaald. En wel wat damage kunnen doen. Maar dat boeit geen Ede. Flikker. Er zijn vaak mensen waarschijnlijk die dit deck hebben. Dus. Tompie. Party. Oké, de jager. Hij heeft echt zo'n dasse ding op zijn. Je snapt het wel. Hij heeft ook vonkje. Oké. Aparte keuze. Ik weet niet wat ik hier nog moet doen. Waarom doe ik niks? Hij heeft hetzelfde deck volgens mij een beetje. Ik heb serieus geen idee wat ik moet gaan doen. Oh, ze gaan echt zo door elkaar. Dat ziet er zo vreemd uit. Sorry hoor, maar het ziet er een beetje vreemd uit. Nee, dat was eigenlijk ook gewoon super dom. Dus het gaat allemaal fout. Lekker. Ondertussen vind ik het wel gewoon chill. Sorry, ik heb telkens een liedje in mijn hoofd. Vonkje. Sorry. Ik gedraag me echt als een kleuter. Waarom zie ik er niet stoer uit? Nou ja, zo. Oké, gif. Swish, 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 doo, doo, doo.
Lekker. Hey. We gaan nu echt attacken. Oh, lekker hoor, jongen. Lekker. Oké, attacken, kom op. Doe dit goed. Niet dus. Nou, we hebben hier ook dus een overlay. En dat dus houdt eigenlijk in zo'n randje om de... Nou, eigenlijk moet je dat wel weten, want anders ben je niet stoer. Maar vooruit. Voor de niet stoere mensen, een overlay is zo'n ding van... wat om je facecam heen zit. En dat heb ik nu. Stoer, hè? Dat was het in de volgende video ook al, maar... Nou, door jullie zijn we dus lekker down gehaald. Bedankt, hoor. Zo, ik moet even snel mijn naam bedenken hoe jullie heten. Jullie heten voor dit moment even de Tijners. Nee, dat is zo skeer. Nee, sorry. Maar jullie heten wel de Tijners. Hoe heten we? Tijn? Tijn wat? De Tijn Squad. Ja, goeie naam, joh. Wij heten voortaan de Tijn Squad. Ik weet niet waarom, maar het moet. Het zal toch echt moeten. Of de Tijn Army. Ook mooi natuurlijk. Tijn Army. Ik zie het al voor me, jongen. Tijn Army tegen de Skere Army. Oh nee, dat is hetzelfde. Nee, grapje. Want wij zijn die Skere Army. We zijn Army. We zijn nog groter dan de Skeleton Army. Jij zal niet geloven. Skeleton Army zijn 16. En wij zijn gewoon 21. Boeren. Nee, 22. Want ik zit er ook nog bij. Boeren. Boeren. Oké. Dat is boeren. 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 Haha. Boeren. Ajax. Oké, ik ben van Ajax. Ik kan dat niet moeten zeggen, want ik schaam me heel erg voor. Oké, alleen als je PSV-fan bent, dat horen. Want kijk, dan vind je het niet meer erg. Snap je? Maar als je Ajax-fan bent, wel. Dus ik ben gewoon voor Ajax, ja, snap je? Je moet soms gewoon dingen waarderen van wat andere mensen, dat andere mensen iets anders vinden dan jij. Nee, sorry, daar ben ik echt niet serieus over, even dat je dat denkt. Als je dat denkt. Oh, lekker de Meganite gaat lekker. Attacka. Kut. Hey, in mijn geval is KUT gewoon een afkorting, ja? Ik weet niet wat het zou kunnen betekenen, maar het is gewoon een afkorting. Nou, mensen, jullie zien mij dus niet meer. Op dit moment. Jullie zien mij op dit moment niet. Want jullie kijken gemiddeld maar... Dat bedacht ik me net. Maar 3 minuten van mijn video's, dus jullie zien mij nu helemaal niet. Waarom zou ik mijn video's nog zo lang maken als jullie toch maar zo weinig kijken, weet je? Jullie kijken toch maar 1/6 van mijn video's. Dus jullie dus geef gewoon toe als jij mij helemaal niks boeit. Zeg ik dat goed? Ik zal het maar niet meer zeggen. Sorry, ik ben zo skeer dat ik op mijn eigen grappen lag. Nou, ik zei dus al die 20 abonnees. Nee, dat zijn mevrouw Translate. Er komt er misschien ook een livestream van. Dat is wel stoer alleen. Stoer. Willen we het wel met facecam. Maar dat weten we nog niet hoe je daarmee kan streamen. Dus laat het even achter in de reacties. En niet zeggen OBS dit en dat, want OBS haat ik. En nou, we willen eigenlijk nog niet gaan livestreamen voordat we het weten hoe dat moet met facecam. Maar als het te lang duurt, doen we het wel. Dus kijk allemaal gewoon livestream als die komt. Er komt nog wel even iets als we het gaan vertellen. Dus trouwens, dit potje hebben we lekker gewonnen. Dat zeker. Skeleton Barrel. Jongen. Wat zeg je? Dit jaar sowieso toch of sowieso deze kerstvakantie? Dat kan ik niet beloven. Over de livestream bedoel je toch? Wel deze kerstvakantie. Trouwens, ik wil dit. Ik weet niet. Nou, ik wil jullie allemaal nog even een fijn nieuwjaar wensen. Als deze video... Dan nog niet... waarschijnlijk wordt deze video na geüpload. Of je kijkt hem pas erna.
Ja. Nou. Uriel S. van The Warriors. Trouwens, ik heb al 2 video's gemaakt over pack opening. En daar moet ik nog even iets over vertellen. Want ik heb er nog nooit ik heb er daarna geen video's meer van gemaakt. Ik werd ook heel slecht bekeken. Dus ga ik er geen video's meer van maken. Maar ik heb er 98 pelen gekregen. En eigenlijk gekocht. Dus dat vind ik wel leuk. En trouwens, niet gaan zeggen in de comments bij die video van. Zoveel 100 packs is heel weinig. Ja, dat weet ik nu ook wel. Maar toen was ik gewoon nog dom. Toen was ik nog een kind, weet je. Vroeger, toen ik nog een kind was. Sorry, het spijt me heel vreselijk, maar jij moet dit even afmaken. Ik moet zo nodig zeiken, sorry. Dat lucht lekker op, zeg. Nou, gaat het een beetje redelijk? Nou, toppie. Of... Oké, ik dacht al, want anders zou je wel gangster zijn. Nee, anders nog steeds niet. Yo, man, bro. Ik ga gewoon even vloggen, jongen. Jongen, I'm a gangster. Ze hebben nu ook zo'n ding. Zo'n ding. Er zijn meerdere mensen die iets hebben. Een ding. Er zijn meerdere mensen die een ding in huis hebben. Serieus, ik laat er gewoon mijn hele furnace doodmappen. Oké, weet je wat wij gaan doen? Als ik dit een beetje redelijk gedievend heb. We zijn helemaal down, boeit geen een flikken. We gaan even naar de Fjoinsterbank. We gaan echt zo bro. We zijn echt een broosje. Kijk, zo, gewoon zo. Maar niemand ziet dit, dus dat is wel jammer. Want niemand kijkt mijn video's tot zover. Alleen mijn vrienden, niemand dus. Sorry, ik zit mezelf gewoon telkens te beledigen. En daarmee probeer ik stoer te doen. Dat ik helemaal niet stoer ben. Doe ik het weer, hè? Serieus, het gaat gewoon automatisch. Boom! Mega Knight. I'm the Mega Knight. The Mega Knight. The Mega Knight. Hunter! Bij Hunter moet ik altijd denken aan Alex Hunter. Van de... FIFA. Lekker Giffie doen. En dan hebben we dit ook gewoon gehaald. Lekker, hij was gewoon heel skeer. Waarom doe je nou zo naar mij? Dat is echt onaardig. Alsof ik dood moet of zo. Nee, ik weet het. Ik moet eindigen met de video. Jongens, dit is echt een moment om over blijven na te denken. Want dit is zo'n emotioneel moment. We moeten stoppen. Het spijt me zo erg. Dus daarom zeg ik nu ook gewoon doei.